Eline, ik heb een heel leuke opdracht voor jou. Vertel, wat kan ik voor je doen? Zou je meneer Derksen op willen halen voor een proefrit in de nieuwe XC90? Ga ik doen. Oké, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen, Arjan. Eline. Muziek. Vond je ervan? Ja, mooie rit. Mooie rit, hè? Hij staat nu in off-road modus. Wil je ook een stukje? Ja, graag. Alsjeblieft. Dankjewel. Met de Bauers en Wilkins muziekinstallatie kan je zelfs de concertzaal van Göteborg naar je auto halen. In de XC90 zijn twee hele leuke details verwerkt. Hier heb je het Zweedse vlaggetje, Volvo is Zweden. En in de gordel staat sinds 1959. Dat is namelijk het jaar waarin Volvo de driepuntsgordel heeft geïntroduceerd en waarna het door alle merkjes overgenomen. Je kan in de XC90 zelf je drive mode selecteren. Je hebt erbij de keuze uit Eco, Comfort, Dynamic en Offroad. Met de touchscreen in het midden van het dashboard van de XC90 bedien je eigenlijk alle functies van de auto. Van airco tot muziek, eigenlijk alles zit erop. En het mooie is, het werkt zelfs met handschoenen aan. Dit is met recht een moderne Volvo. Vol Scandinavisch design. En dus 7 zitplaatsen. Nieuwsgierig geworden naar de nieuwe XC90? Kom dan langs bij een van de 5 vestigingen van Harry Arendsen in Twente of de Achterhoek.